Ik heb maar 15 minuten voor een wereldverhaal. Dat is nog best lastig. Dit is mijn wereld. Nadat minister Schulz mij uitleende aan de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force. Een deel van het werk wat ik daar heb gedaan, maar dat is maar een heel klein deel, gaat over een prijsvraag en daar ga ik vanavond iets over vertellen. Die heet Rebuild by Design. Klimaatverandering is super lastig. Gabriel Metcalf is directeur van Spur, een onderzoeksinstituut in San Francisco, waar ik mee samenwerk. Die zegt dat het ongeveer het meest ingewikkelde is, want het is zo langzaam. En het duurt zo lang. En die politiek in Amerika, elk jaar verkiezingen. Dus je moet elk jaar eigenlijk alweer veranderen. En klimaatverandering duurt wel een eeuw soms voordat je begrijpt wat, wat is het, 85 centimeter. Het is, dat lijkt helemaal niet zo heel veel. Dus die onzekerheid en dat langzame, dat maakt het lastig om voor de politiek om op te handelen, om het tastbaar te maken voor mensen, om het begrijpelijk ook te maken. Deze meneer, president Obama, mijn president, heeft dat heel goed door. Hij heeft een climate taskforce opgericht en we hadden in juli een gesprek met die taskforce 2 dagen. En dan schuift hij een half uur aan en dat is echt heel veel voor hem. Dat kun je je bijna niet voorstellen dat hij dat doet. Want hij is oud en grijs, denk je bijna soms, kwetsbaar. Maar hij vertelt dan uit zijn hart, zonder speakbriefjes, zonder adviseurs die naast hem zitten en in zijn oren fluisteren, exact waarom klimaatverandering tot het hart van zijn prioriteiten behoort. Waarom het zo belangrijk is en waarom het zo ingewikkeld is voor een president van Amerika om over klimaatverandering te praten. Hij zegt, als ik over klimaatverandering praat, dat is bijna een reden voor impeachment van het congres. Maar hij heeft het door, want hij zegt, you can't ignore the facts. You can ignore the facts, we can't deny them. Ze zijn daar, we kennen ze. Overal. Dit is maar 1 rapport wat ik laat zien, niet van het Planbureau, maar van het World Economic Forum. Dat laat zien de likelihood en de impact van onze grote stresses die we op de samenleving afkomen op het gebied van klimaatverandering, watercrisis, biodiversity losses, extreme weersomstandigheden, natuurlijke disasters, maar ook de man-made natuurlijke disasters. En die likelihood en die impact die nemen maar toe. Maar wat het voor ons interessant maakt als ruimtelijk ordenaar, wat ik ben, een waterman, zoals ik word gepositioneerd, is dat die afhankelijkheden op die regionale schaal zo dominant zijn. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, maar dat heeft ook biedt dat fantastische kansen. En in dat samenspel van desastreuze gevolgen en fantastische kansen, dat is precies waar Sandy plaatsvond. At risk. Dit is de New York regio. En dit is Sandy die aankwam. Die een rare koers voer. Ondanks toch voorspeld. Langs de kust, zoals al die stormen over de decennia zijn gegaan. Al die hurricanes, al die orkanen. Maar Sandy deed iets anders. Sandy sloeg linksaf en raakte New York vol in haar hart. Dit is onze toekomst. Onderzoek van ons laat zien. Dacht ik, niet helemaal. We zijn nog maar een beetje onderweg als het gaat over temperatuurstijging, verstedelijking, zeespiegelstijging en de intensiteit van stormen. Als je weet dat je alleen nog maar daar bent en je weet dat dit je toekomst is, dan weet je ook dat alles anders moet. Je weet dat je toekomst onzeker is. Maar dan slaat zo'n storm toe. Dan ben je in 1 keer je huis kwijt. Je bedrijf. Misschien wel je dochter. Je zoon, je vrouw, je familie. Hoe makkelijk is het dan nog om na te denken over de toekomst? Om slim en innovatief te zijn? Om te luisteren naar een Nederlander of een directeur van een planbureau die zegt dat het morgen allemaal anders moet en dat we daar nu mee moeten beginnen? Hoe lastig is het dan om te zeggen, ik wil eigenlijk werken aan innovatie, aan een nieuwe wereld en een nieuwe standaard. Terwijl het enige wat je kan denken is omdat je pijn voelt, omdat je echt iets kwijt bent. Er is je echt iets afgenomen. Dan gaat je eerste reactie niet over kansen, maar gaat over haat en verdriet. En die emotie die zorgt ervoor dat je terugkijkt.
Dat je teruggrijpt op het verleden, op je zekerheden. Dat je terug wil naar dat wat er was. Dat je terug wil bouwen in een regio als Sandy, die verwoest werd. Wat er al was, dat is niet zo innovatief en eigenlijk ook heel dom. Want je verliest er meteen een heleboel geld mee. Maar dat is nou precies wat er in Amerika gebeurt. Al sinds de jaren 80, dit is een studie van het Center for American Progress, is dit het lijntje van investeringen van de federale overheid in disaster response, dus de reactie op rampen. Dit is alleen maar reparatiegeld. Dit heeft niets te maken met het voorbereid zijn op de toekomst. Dit is alleen maar repareren wat die ellende heeft veroorzaakt. Maar we weten zeker dat als we deze beelden zien, en als je rondloopt in die regio, dat terugbouwen wat er was, het slechte is wat je kan doen. Dat weten deze mensen ook donders goed. Alleen hoe doe je dat? Daar biedt die ruimtelijke kant weer een oplossing. Want tegelijkertijd met die complexiteit weten we dat de impact van sociaal, ecologische, culturele en economische vraagstukken een ruimtelijke is en dat je daar dus op kan ingrijpen. Maar hij is lastig, zeker in een regio die zo verdeeld is. Ons onderzoek liet zien dat in die New York, New Jersey regio de vitale netwerken van infrastructuur allemaal met elkaar verbonden zijn. Maar dat 75% van de energieopwekking in deze regio plaatsvindt in het overstromingsgebied. Dat is het gebied dat een 1% kans heeft op een storm. Dat is het normale stormgebied. Die 100, eens in de 100 jaar storm. 75%, super kwetsbaar. 80% van de brandstofopslag zit ook in datzelfde overstromingsgebied. En 20% zit er net naast. Dus met een beetje Sandy, Sandy 2, Barbara is geloof ik aan de beurt. We beginnen weer onderaan in het alfabet. Ligt die regio dus op zijn gat. En zo zijn die afhankelijkheden in die fysieke kritieke infrastructuur enorm. Maar ze zijn ook sociaal. Analyses laten zien dat wereldwijd, ook in Nederland, niet alleen in Amerika, de sociaal kwetsbaarheden op de slechtste plekjes wonen. Het is echt jammer dat dat dingetje het niet doet. En ik kon aanwijzen waar ik in Newark, New Jersey, rondliep naar Sandy. En op een industrieterrein met een chemische fabriek, een sociale woningbouw en de opslag van Agent Orange. Jullie zijn oud genoeg om te weten wat dat is. En het water stond daar en alles stond onder water. En ze moesten de speelplekken sluiten na Sandy, omdat de grond zo vervuild was, dat in de woorden van een van de bewoners, hij 's nachts oplichtte. En dat is precies die kwetsbaarheid in zo'n regio, waar sociale kwetsbaarheid en fysieke kwetsbaarheid samenkomen. Sandy liet die kwetsbaarheden en afhankelijkheden van de regio keihard zien. In our face. We wisten meteen hoe lastig het was. Maar het creëerde ook een momentum, een kans, een manier om vooruit te denken en kijken. Obama wist het zeker dat het een kans was om zijn klimaatbeleid kracht bij te zetten. En hij benoemde minister Donovan, een geboren New Yorker, een architect en bestuurskundige, voormalig wethouder uit New York, getrouwd met een New Jersey dame, een landschapsarchitect, dus een echte man van de regio die gegrond was in dat gebied, tot de voorzitter. Donovan is ook een man die wil weten waar hij verantwoordelijk voor is. De perfecte gelijkenis met Schulz. Ze kunnen het dan ook goed met elkaar vinden. En Donovan toog naar Nederland en zocht mij op en ik heb hem 2 dagen rondgeleid en hij haalde mij naar die taskforce. Nou, waarom Nederland? Daarom. Dit is het Nederland van vroeger. Dit zijn kaarten en beelden dat als je ze laat zien, dat iedereen je nu op de wereld voor gek zou verklaren als je daar nu wat zou doen. Maar toen niet. Toen wisten we dat gelukkig niet. Dit was de krachtige delta waar die rivieren samenkomen. En waar de vitaliteit van de bodem het mogelijk maakt om onze gewassen te laten groeien. Maar dat waternetwerk ook ons de toegang geeft tot de wereld, waardoor we sterk zijn. Nederland is nog steeds sterk als het gaat over die binnenvaart. 2/3 van de handel is in Nederlandse handen. Maar we zijn een kwetsbaar land, 26% beneden zeeniveau, wat ik altijd fascinerend vind om te vertellen, 29% boven dat zeeniveau. Dus die kwetsbaarheid met overstromingen door rivieren en zeespiegelstijging, door stormen en door regen, en die hele complexiteit die erbij hoort, maar heeft ons slim gemaakt door de eeuwen heen. 3500 polders of meer heeft het opgeleverd.
polders die ons economische, culturele, stedelijke kapitaal zekerstellen. Maar ondanks dat we ze zien als ontwerp en plannings en ingenieurskunde en kunst, zijn het met name polders die gemaakt zijn door mensen. Die bedacht zijn door een collectief. Die georganiseerd zijn omdat mensen bij elkaar zijn gaan zitten en hebben gezegd, wij willen geen natte voeten, maar we willen ook niet het probleem verplaatsen naar de buren. Mensen die konden denken in systemen. Al in 1200 gingen ze bij elkaar zitten rondom Utrecht en hadden we ons eerste waterschap. Meer dan 300 van die waterschappen zijn er nu 23 door de OESO geanalyseerd als een van de beste governance stelsel van de wereld. Waterschappen met Rijkswaterstaat, met INM, met de provincies, met de gemeente en de waterdrinkbedrijven samen hebben een governance stelsel op orde die zorgt dat we veilig zijn. Ondanks dat in 1953 het misging, herinnerde 1953 ons ook dat we het anders moesten doen. Dat we weer terug moesten grijpen op ons culturele verleden, waarin we bescherming, planning en reactie in samenhang beschouwden. Dat we in die samenhang sterk zijn. En dat is exact waarom Donovan naar Nederland kwam. En dat is ook exact waarom we een Delta-programma hebben gemaakt zonder ramp. Het is cultureel. Het is onderdeel van wie wij zijn. De vraag is, voor mij was, kan het ook onderdeel zijn van Amerika? Kan dat culturele Nederlandse aspect van planning en water en vooruitkijken en organiseren, kan dat onderdeel worden van New York? Dit is wat ik daar aantrof. Een regio die verdeeld was, waar activisme op de grond het hoogtij vierde. Waar het een ongelofelijke bende was, in fysieke zin. Maar ook in sociale zin. Maar waarin die sociale kant ook heel veel kracht liet zien, waar communities goed georganiseerd waren. En tegelijkertijd die rotzooi op al die schaalniveaus. Complexiteit van die barrier islands. En we wilden meteen herbouwen. Vanuit dat perspectief van haat, van verdriet, van angst. Hoe maak je dan tijd om na te denken? Hoe zorg je ervoor dat dat niet je werkelijkheid wordt? Huizen op pallets. Het is geen grap, maar zo doen we het daar. Obama wist het zeker, presenteerde zijn Climate Action Plan tegelijkertijd, nou ietsje eerder dan dat wij de Hurricane Sandy Rebuilding Strategy presenteerden, ons Delta-programma voor de New Yorkse regio. En in dat tijd om na te denken, en dat is wat Donovan mij vroeg, organiseer een proces voor mij waarin we ruimte maken voor innovatie, voor samenwerking, voor een nieuwe standaard van veerkracht of resiliency. En ik noemde dat tijdens de vorige biennale een sabbatical detour. Dezelfde tijd, maar dan maximaal uitnutten. 4 werkdagen in een dag. Met wat? Hoe doe je dat dan? Ik noemde het Rebuild by Design. Een wedstrijd die inzette op, en ik ga nu sneller, ik zie aan de tijd dat het me anders niet gaat lukken. Die inzette op een ander proces, die het talent van de wereld aantrok en die op een andere manier ging nadenken over financiering. Een wedstrijd die zei, in plaats dat we vragen om oplossingen, wat gewoon is in Amerikaans wedstrijdenbeleid, gaan we vragen om het talent. We zoeken het talent van de wereld om samen te werken met het talent van de regio. Zo belangrijk. Ervaringstalent van burgemeesters en bewoners, van wetenschappers en ontwerpers op de grond. Maar we hebben inzicht nodig die we niet hebben. Dus we gaan een oproep doen aan de wereld. 148 interdisciplinaire teams reageerden van over de hele wereld. We hebben er 10 uitgezocht. Meer dan 200 professionals. Hebben met ons, we hebben ze in bussen, in treinen, op fietsen en in auto's door die regio laten. Met ons, met al die mensen, duizenden mensen, honderden groepen, georganiseerd en niet georganiseerd, gepraat, geluisterd. Gezocht naar de feiten en geanalyseerd waar die afhankelijkheden en onzekerheden zaten, maar ook waar de kansen van die regio zitten. De kansen om iets op te bouwen. Met die 10 teams, met die 200 professionals, hebben we 10 plekken uitgekozen na een aantal maanden onderzoek en samenwerken. En het eerste wat die teams moesten doen was natuurlijk ontwerpen. Nee, het eerste wat ze moesten doen was een coalitie bouwen. Dus in plaats van meteen weer in oplossingen denken, we hebben de teams geholpen, maar ook verplicht om een coalitie te bouwen van lokale stakeholders. Een coalitie die veel groter was dan die teams. Tijdens de jurybijeenkomsten op het eind waren de teams die 70 mensen meenamen.
bedrijven en bewoners. En die bedrijven en die bewoners, die mannen en vrouwen uit die kwetsbare gebieden in die Sandy-regio, die gingen de jury wij als jury het verhaal vertellen van de oplossingen. Allemaal gefinancierd met geld, dus de derde kracht uit dat proces is financiering. Allemaal gefinancierd met geld dat niet van die overheid kwam. Rebuild by Design was op de rand van overheid, op de rand van privaat, op de rand van filantropie, op de rand van wetenschap georganiseerd. Zodat eigenlijk iedereen er een thuis vond. Het was in die zin een neutrale plek waar iedereen een thuis vond. Maar de trigger op het eind van geld was wel dat er $1 miljard klaar stond, bijna 920 miljoen, om die ideeën en plannen te realiseren. $1 miljard dat uiteindelijk die 4,5 miljoen filantropische investeringen mogelijk heeft gemaakt. Dus die hefboom van een beetje privaat geld naar veel publiek kapitaal, dat overigens ook weer veel privaat geld in beweging zette, was cruciaal. Dus het proces was slim, eerst talent en nadenken. Het geld was handig. Het Witte Huis vond mij natuurlijk absoluut gestoord. Ik kan de onderhandeling nog herinneren in april, mei en juni van vorig jaar. Dat ze zeiden, dus je wilt $1 miljard voor projecten die je niet kent. Om een onderzoek te gaan doen waarvan je de uitkomst niet weet. Maar je weet nu zeker, want dat vertel je ons, dat de projecten die eruit komen fantastisch zullen zijn. Dat krijg je niet natuurlijk. Maar dankzij Donovan. Dankzij zijn leidingen met een beetje overtuigingskracht van mezelf, is het toch gelukt om dat proces te organiseren. En dat is mijn baas daar. Een proces dat dus anders was. 10 teams met heel veel Nederlandse inbreng. Van de 10 geselecteerde teams, 6 met de Nederlandse bedrijven. 17 Nederlandse organisaties die meedoen. Die over die hele regio hebben gewerkt. 10 teams op het gebied van architectuur, landschap en urban design. Urban planning, een regionale aanpak door alle schalen heen. 10 teams die de politiek verbonden met de strategie op de regionale schaal en ontwerp. Financiële innovatieconcepten bedachten, maar ze verbonden met de liefde voor de kust. De liefde voor de plekken. Die economie en cultuur inzetten om projecten als Room for the River mogelijk te maken. Die bescherming brachten, maar tegelijkertijd community capacity door design. Ze overbrugden water en ontwerp en verbonden hier op Manhattan mensen met plekken, people and places. 10 teams die werkten aan regionale risicoreductie door ontwerp. 10 teams die een integrale aanpak kozen waar veiligheid en capaciteit en opslag bij elkaar kwamen. Waar ecologie en een cultuur van water net zo belangrijk waren als leiderschap. Op alle niveaus, van de president tot de kids in de buurt. Samenwerking en innovatie. Een proces dat altijd was gericht op implementatie. Feiten creëren op de grond. Tijd maken om te denken en een plan te maken. Cultuurverandering in te zetten om iets te realiseren. Om het verschil te maken in die regio. Met echte dingen. 920 miljoen. Plus nog een keertje 900 miljoen om die projecten mogelijk te maken. We hebben er 6 gekozen. Van die 6 weer 4 teams met Nederlandse bijdrage. Die een cultuurverandering in gang zetten door ontwerp. Nou, mijn vraag is het op het eind van mijn stukje. Kunnen we die cultuurverandering overhalen naar Nederland? Maarten Haaier heeft een advies geschreven voor de minister van Infrastructuur en Milieu. Niet de balans voor de leefomgeving. Maar voor het Delta-programma, wat ze volgende week mag presenteren op Prinsjesdag. Waarin ze zegt, en de minister sprak er al over, wat zijn onze nieuwe iconen? We koketteren, ik ook, met het verhaal van Nederland en haar iconen. Of dat nou de Maaslandkering is, of onze intelligente duin. Of dat nou onze waterpleinen zijn, of Scheveningen aan zee. Maar wat zouden nou de nieuwe iconen zijn? We hebben ontwerp, we hebben planning, we hebben watermanagement, we hebben watergovernance. We hebben een heel systeem in de aanbieding om niet terugkijkend, maar vooruitkijkend te investeren in die nieuwe iconen. Ik geloof in een proces waarin Dutch Delta by Design een nieuwe generatie van sleutelprojecten kan opleveren. Die een nieuwe standaard zetten voor resilience, veerkracht, veiligheid, sustainability. En die kansen creëert voor een sociaal en economische toekomst
die een inspiratie is voor de wereld. Dames en heren, Henk Ovink. Dankjewel. Onmogelijk.